Nee, ik word. Op je iPad, als je op je iPad vegan gaat abonneren, dan kan je. Wat? Een momentje hoor. Wat is er? Hallo, goedemorgen. Het is maandag en daar zijn we weer. Ik ben thuis. Echt zo lekker, jongens. Ik ben zo blij dat ik terug ben van mijn vakantie. Ja, dat klinkt misschien heel erg raar en misschien ook wel heel erg stom voor mensen die niet op vakantie kunnen. Maar ik vind gewoon het terugkomen van vakantie vind ik zo fijn. Dat had ik vorig jaar ook. Check maar in de video van vorig jaar toen ik thuis kwam, ook op maandag. Het is gewoon, ja, vooral wanneer je op een camping bent geweest. Je hebt al je luxe weer. Je bent lekker uitgerust. Je hebt gewoon je tv en al je dingen. En ik heb super veel motivatie om weer lekker te gaan sporten. Vanavond heb ik yoga. Gezond te eten. Ik heb boodschappen gedaan met Bart afgelopen weekend. En echt alleen maar gezonde dingen gehaald. Zo lekker. Morgen is de echo. Dus morgen gaan we naar het ziekenhuis voor de allereerste echo. Ik ben er echt best wel zenuwachtig voor. Bart ook. Maar we hebben er echt super veel zin in. En we hopen gewoon dat alles goed is. En dat zullen jullie morgen zien. Zo, het is zaterdag vandaag. Gisteren zijn we heel laat pas aangekomen. Dus toen konden we Dexy niet meer ophalen. En Dexy die is bij een vriendin van ons. Dus die gaan we nu ophalen. En oh, ik heb zo'n zin om hem te zien. Heel erg benieuwd hoe die reageert. We hebben hem echt gemist. Ja. Dexy en Dexy wilden hem ook echt heel graag vannacht nog ophalen. Maar ja, natuurlijk. Hun sliep al, dat is logisch. Zij sliep. Zij. Dexy! Lekker dan. Dexy, hey! Hey, schatje! Oh. Hey, hey, liefje! Kijk hey! Ja! Ja! Kijk hey! Weet je niet wat je moet doen? Hey, weet je niet wat je moet doen? Hey. Hey! Helemaal met die pootjes om je heen vastpakken. Ja. Oh, geweldig. Die luisteren. Ja, hij is op die zenuwachtig of zo. Nee. Ik was gisteren gezellig naar mijn oom en tante uit Brazilië. Die zaten 3 maanden in Nederland en gaan nu bijna weer terug. Dus ik heb gisteren de hele dag lekker met hun zitten kletsen over van alles. Mijn oom die heeft een soort ecologisch centrum opgericht in Brazilië. En die is eigenlijk al zijn hele, nou, zolang ik hem ken, is hij vegetarisch. En toen kwamen we thuis, toen hebben we ook nog even gekeken naar de documentaire What the Health. En nu heb ik echt daardoor gewoon hele ideeën in mijn hoofd van hoe ik het wil met mijn voeding. En ik geloof er echt helemaal in nu dat het zo super slecht is om vlees, bewerkt vlees en eigenlijk alles wat van dieren afkomt te eten. Dus dat wordt wat de komende tijd. We denken er dus echt over om vegan te gaan eten of worden. Hoe noem je dat? Veganistisch? Ik weet het allemaal niet eens precies. Maar ja, ik heb nog wat dingen in de koelkast zoals magere gehakt en kaas en eieren. Dat gaan we wel gewoon opmaken. We gaan het wel een beetje geleidelijk aan afbouwen. Niet alles in één keer doen. Lijkt me echt super moeilijk. Maar ja, hoe dat allemaal zich gaat vorderen en hoe ver ik daarin ga, laat ik jullie allemaal weten. In ieder geval, de documentaire. Als je niks hebt te doen, hij is op Netflix. Kijk hem, echt daar, kijk hem. Ik voel me weer helemaal thuis. Voel je weer helemaal thuis? Ik voel me weer helemaal thuis. Goed zo. Al onze eigen dingetjes. Lekker, hè? Onze eigen lekkere koffietje. Morgen de echo. Ja, Bart vindt het ook heel spannend. We kunnen echt niet meer wachten. Nee. Oeh, lekker kaas, nu het nog kan. Heb je zo verteld dat we vieren gaan? Ja, ik heb het verteld. Dus we konden er niet meer onderuit. Nu nog even kaas. Maar ik heb ook wel verteld dat we niet cold turkey gaan, maar nee. Dat we wel gewoon, ja, zo doen heel veel mensen het, hè?
die gaan het gaandeweg opbouwen. Ze zeggen dat je het eigenlijk minimaal in ongeveer 2 weken moet doen. Dat kan wel, toch? En meestal ben ik wel snel en resoluut met die dingen. Kan ik eigenlijk wel heel goed. Ja. Maar ik ben ook wel van mening dat wanneer je iets gewoon wat langzamer aandoet, dat het vaak wat stabieler aanhoudt. Ja, sowieso. En ja, we hebben gisteren boodschappen gedaan, dus we hadden ook nog kaas gekocht en zo. Alleen, ik ga geen toezegging doen dat ik over 2 weken mijn hele leven vegan ga zijn. Mm-hmm. Want ik hou al heel erg van vlees. Alleen, wij zijn wel tot het inzicht gekomen dat het echt heel slecht is, het vlees. Nou is die documentaire wel vooral gebaseerd op het vlees in Amerika, en dat is wel veel erger dan hier. Dus misschien dat ik af en toe nog wel een kippetje eet, maar... Maar ik heb ook een babytje in mijn buik en dat is toch nog weer een ander verhaal. Voor jou is het een ander verhaal. En je gaat eten wat de pot schaft, dus al die lekkere recepten die ik ga maken, die ga ik met jullie delen en die moet Bart eten. Yeah! Doe graag. Daar hebben we Jola weer. Die is als Elsa vandaag. Ja. Of Anna. Nee, Elsa. Oh. Ik ben weer van Elsa aan Anna. Voordeel van de vakantie. Dan kun je aandoen wat je wilt. Ja? Ook even je haar kammen, schat. Jongen, wat gaat de tijd snel vandaag. Echt niet normaal. Ik heb 3 video's geëdit en ik ben er nu echt even klaar mee. Ik voel helemaal aan mijn ogen dat het helemaal zo gaat prikken van de computer. Ik weet niet hoeveel aan het eten. De hele dag door van die volkoren Alison broodjes met pindakaas. Lekker vullend, maar ik blijf gewoon door eten. Dus, en ik heb net alvast aan Transavia doorgegeven dat ik zwanger ben. Want dat was natuurlijk ook wel belangrijk om even te gaan doorgeven. En hoe zit dat nou met vliegen en zwanger zijn? Ik denk dat een aantal van jullie daar ook wel heel erg benieuwd naar zijn, want ik weet dat ik veel volgers heb die het heel leuk vinden om te zien dat ik ga vliegen. Nou, het zit zo. Volgens de wet mag ik doorvliegen tot 13 weken. Dus, nou ja, na 12 weken dan houdt het echt wel op. Ik werk freelance, dus dat betekent dat ik altijd op oproepbasis werk. En dat ik dus niet een vervangende baan ga krijgen bij Transavia. En dat ik dus gewoon thuis ben. Maar ik ben natuurlijk gewoon druk bezig met vloggen. Ik ben heel druk bezig met al mijn kleding vanuit mijn vorige bedrijf, mijn dansbureau, te verkopen. En er zal nog heel veel over langskomen. Daarbij gaan wij gedurende de zwangerschap ook nog het huis verbouwen. Dus er komt genoeg drukte op mij af. En ik heb ook nog wat andere social media dingetjes lopen met Transavia waar ik wel nog aan kan werken. Dus allemaal genoeg te doen en ook nog genoeg te vertellen over het vliegen. Ook de Q&A van het vliegen die komt er nog aan. Ook zal ik nog tijdens mijn zwangerschap mijn recurrent moeten doen. Dat betekent dat ik mijn examen gewoon moet halen weer. Mijn jaarlijkse flight safety examen die wij elk jaar moeten doen. Dus ook dat zal gewoon tijdens de zwangerschap nog voorbij komen. Dat ik daarvoor ga leren en dat ik daar examen voor ga doen. Morgen de echo. En dan kan ik dus ook precies weten hoe ver ik precies ben. Als het goed is ben ik morgen dus 9 weken. Dus zou het best zo kunnen zijn dat als er de komende weken nog vluchten komen dat ik nog ga vliegen. Maar het ligt er ook een beetje aan hoe ik me voel. Ik was vandaag namelijk echt wel misselijk. Daardoor heb ik heel veel gegeten. Elke keer wanneer ik iets eet gaat het weer even. Maar dan moet ik wel de mogelijkheid hebben om gewoon continu kleine dingetjes te eten. Dus ja, dat wel. Dat moet ik wel in gedachten houden. En een ochtendvlucht waarbij ik echt moet opstaan om 3 uur s'nachts lijkt me nu ook niet echt goed. Want ik ben best wel moe ook. Dus we gaan nog even zien wat er de komende tijd op mijn pad komt. En dan zullen jullie dat ook zien. Dexie is zo blij dat hij thuis is en vannacht heeft hij lekker bij ons geslapen. Ja. Zo, we zijn weer onderweg naar Jacqueline en Harold. Die hebben ons helemaal niet gezien. Nee. En helaas zullen we daar waarschijnlijk wel vlees moeten eten. Want we hebben nog niet verteld van ons vegan voornemen. Maar goed, dat is even niet anders. Nou ja, ik doe ook mee met zonder vlees eten. Ja? Doe je ook mee, joh? Ja. Maar goed zo. Het is voor jou ook hartstikke goed, hè? Ja. Elsa? Ja. Tada. Heel stoer, schat. Ik heb ja? Dan
Nee, 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 ik word... Op je iPad, als je op je iPad gaat abonneren, dan kan je... Wat? Momentje hoor. Wat is er? Nee, niks hoor. Nee, dit is een iets wat iedereen heeft gehad. Maar nee, dit is echt veel beter. Ik ga eindelijk weer naar yoga. Ik ben benieuwd hoe dat gaat weer. Ongeveer een maand geleden. Ik zit wel heel erg vol, ja. Oh my god. Je begint het al te zien. Ja, nu wel. Als ik net wow, schat. Heb ik je net gegeten. Heb ik je in beeld zo? Ja. Oh, Bart is ook zwanger. Kijk. Wat? Bart is zwanger. Tot zo. Zo, yoga was echt super nice. Ik ben heel erg blij dat ik er eindelijk weer heen ben geweest. En ik denk dat ik het wel een tijdje goed vol ga houden. Ook met de zwangerschap. Want mijn yoga lerares die gaat zelfs nog even wat dingen voor mij aanpassen. Wanneer ik straks een buik krijg. Echt super leuk. Ik heb er echt heel veel zin in. Ook super leuk dat iedereen op de sportschool zo enthousiast was. En lieve reacties en gezellig. Dus we gaan voldaan slapen. Bart heeft ook nog even gesport. Yes! Yes! Rustig aan opgebouwd weer. Ja, anders krijg je spierpijn wanneer je een maand niks hebt gedaan. Inderdaad. Bijna. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Morgen de echo. Dus dan weer meer nieuws over spannend. De zwangerschap. Ja, heel spannend. Heel spannend. Zo benieuwd. Doei, tot morgen. Tot lekker.